Welkom bij weer een nieuwe video. Vandaag gaan we een trainingsmethode vertellen waardoor jij meer spiermassa kan kweken. Komt-ie! Je hebt er vast wel eens van gehoord. Negatief trainen, excentrisch trainen, cheated reps, etc. Hoe kan jij hier gebruik van maken? Daar gaan we het vandaag over hebben. Iedereen weet dat juist die laatste paar herhalingen zorgen voor spiergroei. Die laatste paar reps eruit knallen, even die moeite, even die extra energie erin steken. Die zorgen voor spiergroei. Zou het dan niet mooi zijn als er een techniek bestond, een methode, om die al beschadigde spier nog verder te beschadigen? Gelukkig bestaat die en dat noemen we excentrisch trainen. De excentrische fase van een lift is wanneer een spier langer wordt. Dus wanneer ik bijvoorbeeld bicep curls doe, is dit de excentrische fase en dit de concentrische fase. De excentrische fase tijdens het bankdrukken is wanneer ik hem laat zakken. De borstspieren worden nu langer. Wanneer ik tricep pushdowns doe, dan is de excentrische fase juist de andere kant op. Ook wanneer mijn triceps langer worden, wanneer ik de stang omhoog laat bewegen. Wanneer je in de sportschool loopt, zie je vast wel eens iemand op deze manier barbell curls uitvoeren. Ja, dit slaat inderdaad helemaal nergens op en dit moet je zeker niet gaan kopiëren. Maar je ziet ook mensen op deze manier trainen. Beginners of mensen die gewoon sporten om gezond te blijven zonder verdere doelen, die denken per direct, moet je kijken wat een sukkel. Hij staat zijn lichaam te verzieken en hij probeert zoveel mogelijk gewicht te tillen en een beetje stoer te doen in de sportschool en een beetje te showen. Maar dat is niet altijd waar. Deze persoon die kan ook heel slim aan het trainen zijn. Maar omdat een beginner deze manier van trainen nog niet kent, denkt hij automatisch, man, wat een prutser. Maar dan komt er wel weer van terug wanneer hij wat meer ervaring heeft. Stel, je doet op een dag barbell curls. Je houdt het standaard gegeven aan 3 setjes, 12 herhalingen. Set 1 en 2 zijn gelukt. Je komt aan bij het laatste setje, maar bij het laatste setje kom je tot herhaling 8. Je bicep is helemaal gesloopt en je krijgt de barbell met geen mogelijkheid meer omhoog. Je zou nu tevreden kunnen zijn en stoppen, of je zou een techniek toe kunnen passen, waardoor je de barbell toch nog omhoog krijgt, zodat je hem langzaam kan laten zakken en je de spier dus nog meer beschadigt. Ik zal mezelf als voorbeeld nemen. Wat ga ik doen? Ik ga zwaaien met mijn lichaam. Ik geef een gecontroleerde ruk aan de barbel. Ik zwaai hem omhoog. En vanaf hier laat ik hem heel beheerst en gecontroleerd zakken in een seconde of zeg 4, 5, 6 seconden. Dit herhaal ik nog een keer totdat ik echt helemaal niet meer kan. Zie je wat er gebeurt in de concentrische fase? Dus wanneer ik de barbel omhoog laat komen, was mijn spier, mijn bicep was helemaal op. Er zat geen energie meer in. Had ook niet meer gelukt. Dus ik speel een beetje vals. Ik noem het niet helemaal vals spelen, ik vind het meer een techniek, een methode. Dus ik zwaai hem omhoog en ik laat hem zachtjes excentrisch zakken. Op dat moment gaan mijn spieren nog harder werken. En de spiervezels die dus in de concentrische fase eigenlijk leeg waren, kan ik in de excentrische fase nog wel aanspreken. Dus er waren al een aantal spiervezels beschadigd, maar dan kunnen er nog meer beschadigd gaan worden, waardoor dus meer hypertrofie kan plaatsvinden. En natuurlijk kun je deze techniek bij meerdere oefeningen toepassen. De bicep curl is zomaar een voorbeeld. Je kunt deze methode ook super goed toepassen bij chin-ups. Zeker wanneer je niet eens 1 herhaling kunt maken. Dan kun je een aantal keer excentrisch trainen. Zodat je na verloop van tijd misschien 1 herhaling kan maken. Maar je kunt deze techniek ook toepassen bij tricep pushdowns. Dumbbell flies. Lat pulldowns, etc. Stel je voor, jij traint met een trainingsmaatje. Dan is het natuurlijk makkelijk, vooral wanneer je bicep curls aan het doen bent, dat je tegen hem zegt van, hey, help me even, gooi het gewicht van mij even omhoog. En zo kan je dat natuurlijk met meerdere oefeningen doen. Maar, zeker als jij een beginner bent, dan is dit een gevaarlijke, zeg, zeer belastende methode. Je lichaam geeft al aan van, oké, het is genoeg. Er gaan signalen in je hoofd af, er gaan signalen in je spieren af. Ze gaan verzuren, ze gaan pijn doen, bewust, zodat jij stopt, zodat je lichaam niet verder kunt. Die spier is eigenlijk al voor 100% beschadigd en dan zegt, oké, klaar. Wat jij gaat doen is natuurlijk net die 10% extra geven. Dus ja, het werkt prima, maar je beschadigt die spier nog meer. Dus als jij aan het beginnen bent, hou het gewoon bij normale oefeningen op het moment. Leer eerst gewoon een normale oefening perfect uit te voeren. Gewoon perfecte uitvoering en ga daarna deze techniek toepassen. Of als je al een langere tijd traint. Maar natuurlijk ook of je nou al 10 jaar traint of 5 jaar. Je bent een gevorderde, je traint al langer.
Natuurlijk is dit dan nog steeds een relatief gevaarlijke methode. Want als je dit iedere training gaat toepassen, dan werk je natuurlijk wel naar overtraining. Die komt ergens hier in beeld, daar heb ik ook een video over. Natuurlijk werk je dan naar overtraining toe en zou je sneller een deload nodig hebben. Dan wil ik nog wat extra's toevoegen. Ik volg momenteel een powerlift schema. Bij powerlifting gaat het erom dat je zo groot mogelijk gewicht squat, bankdrukt en deadlift met een bepaald lichaamsgewicht. Stel je voor, ik doe mee aan een powerliftwedstrijd. En ik zou meedoen in de klasse tot en met 90 kilo. De volgende klasse is de klasse tot en met 100 kilo. Dan zou het zo kunnen zijn dat ik tot 90 kilo wil wegen. Ik wil geen 91 kilo wegen, want dan moet ik meedoen in de klasse tot en met 100 kilo. En dan moeten mijn squat, deadlift en bench aanzienlijk hoger zijn. Ik zou dus geen extra spiermassa aan willen zetten. Het verschil over spiermassa en kracht ontwikkelen, dat leg ik ook nog uit in deze video en is te vinden in de videobeschrijving. Het probleem is dus dat ik extra lichaamsgewicht / spiermassa aanzet waar ik helemaal niets aan heb. En dat ik sterker word op de excentrische fase van een lift en niet de concentrische fase. Het punt is dat of je nou maar powerlifting doet, normaal fitness, strongman, het gewicht in de excentrische fase altijd wel omlaag komt. Of je nou bankdruk, squat, natuurlijk komt het gewicht omlaag. Je wilt niet sterker worden in die excentrische fase, niet specifiek. Je wilt juist sterker worden de andere richting op de concentrische fase. Het gewicht moet omhoog. Dus is deze methode geschikt om sterker te worden? Niet echt. Is die geschikt om spiermassa te kweken? Ja, gigantisch erg. Je kan natuurlijk juist net even die 10% extra geven waar we het over hebben gehad. Een spier is al helemaal op. Het komt niet meer omhoog, maar je kan nog altijd wel de andere richting op. Dus de spiervezels die eigenlijk net wel nog niet beschadigd zijn, die kan je juist even die extra prikkel geven en juist die extra laten groeien. Wil je nou nog meer van zulke soort video's zien? Neem dan eens een kijkje op mijn kanaal. Die kan je hier ergens in beeld vinden. Die kan je onder deze video vinden. Laat even een reactietje achter. Bedankt en tot volgende week.